Goedemorgen gemeente en gasten, hier in de kerk aanwezig of thuis verbonden via de livestream. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. De voorganger in deze dienst is dominee W.J. van der Velde uit Doetinchem. De schriftlezing in deze dienst is uit Galaten 3, de versen 19 tot en met 29. En het thema van deze verkondiging is samen Gods kinderen zijn. Met droefheid delen we u mee dat vannacht op de leeftijd van 80 jaar is overleden mevrouw Van der Klift. Verdere informatie hierover volgt nog. Mededelingen namens de kerkraad. De bankcollecte in deze dienst is bestemd voor de vaste kosten van de kerk. Graag bij voorkeur maandelijks overmaken op het rekeningnummer van de kerk. De fysieke collecte in deze dienst is bestemd voor twee diaconale doelen. Het eerste doel is Stichting Het Passion en het tweede doel is Stichting SOS Zeevarenden. De missie van Het Passion is vanuit basale diaconale werken zich dienstbaar opstellen naar mensen die aan de rand van de samenleving terecht zijn gekomen. Ze richt zich op dak- en thuislozen en de medemens met slavingsproblemen. De missie van SOS Zeevarenden is de zeevarenden die lange tijd van huis zijn in allerlei omstandigheden pastoraal bij te staan. En ze willen hen die in de haven liggen helpen indien nodig. Ze zien het als christelijke plicht hen met woord en daad te ondersteunen. En na deze dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar koffie, thee of limonade te drinken. We gaan nu zingen Psalm 133 vers 3. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe. Verheft uw hart tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Namens die God mag ik u en jou groeten. Genade zij u en vrede. Van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We zingen samen uit Psalm 33, vers 1 en 11, waar we zingen over de Heere God die een vader is. Psalm 33, vers 1 en 11.
De Heere God komt naar ons toe met zijn beloften en met zijn geboden. En wij beantwoorden die geboden en die beloften met het zingen van Psalm 6, vers 1 en 9. En dan bidden wij, sla mij met medelijden gelijk een vader doet. De Heere God spreekt en hij zegt, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is.
Voordat wij uit de Bijbel gaan lezen, bidden wij samen of de Heere God zijn woord voor ons wil openen en ons hart voor zijn woord. Laten wij bidden. Hemelse Vader, wij komen op deze zondagmorgen tot u en dan past het ons om u allereerst te loven en te danken. Dat we na de dankdag al zo snel weer in uw huis mogen zijn. Dat u ons alweer bij elkaar roept. Dat u ons wilt ontmoeten en wij voor uw aangezicht mogen verschijnen. En nou hebben we die 10 geboden weer gehoord en gelezen. En juist als we daarbij stilstaan, is het toch een extra groot wonder dat u met zulke mensen contact wilt. Dat we door het geloof zelfs mogen zeggen dat u toch onze Vader wilt zijn. Want dat schrijft de apostel Paulus. Dat gelovigen de geest van aanneming tot kinderen hebben ontvangen, door wie zij roepen, Abba Vader. En daar danken we u voor het werk van uw Heilige Geest, die mensen doet roepen, Abba Vader. Die mensen het geloof geeft dat ze uw kinderen zijn. En Heere, als het daar nu vanmorgen over gaat, samen uw kinderen zijn, wilt u dan werken met uw geest? Zodat uw woord opengaat en uw belofte klinkt? Zodat ons hart opengaat en uw belofte, uw woord ook geloofd wordt? En dat we aan het eind van deze dienst allemaal zullen zeggen, Abba Vader, u bent mijn Vader. Misschien doen we dat al heel lang, mag het dan een versterking van dat geloof zijn? Misschien durven we dat niet te zeggen, of misschien hebben we wel helemaal geen interesse. Heere, kom met uw geest, die ons doet geloven, hopen en liefhebben. En gebruik daar ook deze dienst voor. En dat bidden we voor de mensen hier in de kerkzaal. Maar in het bijzonder ook voor de mensen die thuis meeluisteren. Die vanmorgen niet naar de kerk konden komen omdat de ouderdom dat niet toeliet. Of om de gezondheid. En misschien zijn er ook wel andere dingen waardoor we niet naar de kerk kunnen. Of durven. Of willen. Heere, wees bij ons. En bewerk ons hart. En maak het goede grond. Opdat wij ontvangen wat u spreekt tot ons. En we bidden u vanmorgen om een gezegende dienst hier in Veenendaal. Maar we denken aan broeders en zusters in Israël, in de Gazastrook. Christenen die het misschien altijd al zwaar hebben, maar juist in deze dagen nog meer. Als zij samenkomen vandaag, Heere, geef hen een gezegende dienst. Geef ze de troost van het evangelie juist nu dat in Israël en in de Gazastrook allemaal zo moeilijk, zo verdrietig is en er zoveel aan de hand is. Wees met uw kinderen daar. Zorg voor ze. Ontferm u over hen. Wij denken vanmorgen ook aan gemeenteleden en familie van gemeenteleden. En we danken u dan allereerst met en voor broeder Gert Brouwer, dat de verzameling van stamcellen bij hem goed is verlopen. En ook de transplantatie bij zijn zus, dat het goed is gegaan. We danken u dat onze broeder vanmorgen weer in ons midden is. En wees met hem. Geef dat het ook in de toekomst goed zal gaan. En wees met zijn zus, Heere God. Wilt u geven dat ze gezond mag worden? Dat de transplantatie tot een zegen zal zijn. We denken aan onze zuster Hetty Dekker. Ze wilde na een periode van herstel zo graag weer naar de kerk komen.
En nu brak ze haar voet en is ze aan huis gebonden. Wilt u voor haar zorgen, Heere God? Wilt u geven dat die voet weer zal herstellen en dat ze weer snel in ons midden mag zijn en ons hier zal kunnen ontmoeten? Ontferm u zo over haar. En dan denken wij ook aan de familie van der Klift. Nu hun vrouw, moeder, oma is overleden. Heere, wilt u bij hen zijn? Nu er van alles georganiseerd moet worden, nu er die lege plaats is, Heere, ga met ze mee. Laat ze weten dat u erbij bent, ook nu. Dat u voor ze zorgt. En geeft u ze de troost van het evangelie. Dat u de levende God bent. Wij denken ook aan broeder Budding. Nu hij opnieuw is opgenomen in het ziekenhuis. Omdat er een absces in zijn lever geconstateerd is. En een drain geplaatst. Heere, wees bij hem. En wilt u het werk van de mensen die hem in het ziekenhuis behandelen, wilt u dat zegenen? Dat die drain zijn werk zal doen en dat hij mag herstellen. Uit het ziekenhuis mag gaan en weer thuis komt bij zijn vrouw. Wij denken aan broeder W.G. de Kruif. Nu hij met hoge koorts en hoge ontstekingswaarden is opgenomen in het ziekenhuis in Nieuwegein. Ook voor hem bidden we. Wilt u het werk van de artsen, de doktoren zegenen? Wilt u geven dat de koorts zakt, dat de ontstekingswaarden zakken? Heer, we dragen hem en zijn vrouw aan u op. Ontferm u over hen. En zo bidden we. Om uw zorg en om uw zegen. En dan zijn er gemeenteleden die het misschien ook moeilijk hebben, zwaar. Misschien wel dat niemand ervan weet, of bijna niemand. We weten hun namen niet, maar zorg voor hen, Heere God. Ga met ze mee. Wees bij ze op bergen en in dalen. Zo bidden we om uw zegen. Niet omdat wij dat verdienen, maar in Jezus' naam alleen. Amen. Jongens en meisjes, op het plaatje zien we een jongen stralend lachen met kleren aan van een ridder. Met zo'n kroontje op zijn hoofd. Het is nu toch wel echt een ridder. Het zwaard in zijn ene hand, het schild in zijn andere hand. Hij heeft de kleren aan van een ridder. Hij is hiermee een ridder geworden. Zo ziet hij eruit, toch? Misschien heb je ook wel op zolder of bij je opa en oma of op school zo'n kist staan met allemaal verkleedkleren. En als je die kist open doet en je doet die kleren aan, dan kun je er helemaal uit gaan zien als wat jij wilt. Misschien wel een politieman, zo'n donkerblauw pak. Of misschien wel allemaal witte kleren, dat je eruit ziet als iemand die werkt in het ziekenhuis. Of misschien doe je wel allemaal groene camouflagekleding aan en dan zie je eruit als een echte soldaat. Je kleding, dat laat zien wie je bent. Of als je je verkleedt, het laat zien wie je zou graag zou willen zijn. Nu gaan we straks best wel een moeilijk gedeelte lezen uit het Nieuwe Testament. Een gedeelte, jongens en meisjes, waar zelfs hele slimme dominees en professors van denken, daar staan toch wel hele moeilijke zinnen in.
Maar er is ook een zinnetje en dat gaat over verkleden. Bekleden eigenlijk. Daar staat dat gelovige mensen bekleed zijn met de Heer Jezus Christus. Zodat je eruit ziet als de Heer Jezus Christus. Nou, daar gaat de preek over. En daar gaan we nu van lezen. Galaten 3, vers 19 tot 29. Galaten 3, vanaf vers 19. En dan vallen we midden in een betoog van Paulus over de wet van God. Waartoe dient dan de wet? Ze is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen, totdat het nageslacht zou gekomen zijn aan wie het beloofd was. En zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. En de middelaar is niet middelaar van één partij, maar God is één. Is dan de wet in strijd met de belofte van God? Volstrekt niet. Want als er een wet gegeven was die in staat was levend te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt u zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Tot zover het woord van de Heere God. We gaan samen zingen Psalm 119, vers 9.
Gemeente van de Heren, we luisteren vanmorgen in het bijzonder naar vers 26, 27 en 28. En die lees ik nog een keer met u. Daar schrijft Paulus: want u bent allen kinderen van God, door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. En daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. Thema van de verkondiging: samen Gods kinderen zijn. Dan zien we drie dingen. Samen Gods kinderen zijn door het geloof in Christus, door de bekleding met Christus en tot een eenheid in Christus. Gemeente van Veenendaal, als predikant in Doetinchem kom ik natuurlijk ook bij de slager en de bakker. Kom ik mensen tegen als ik aan het sporten ben. En misschien is uw ervaring heel anders dan de mijne, maar ik zal hem toch delen. En misschien komt het omdat ik predikant ben. Dat moet u zelf maar beoordelen. Maar als ik dan mensen spreek en dan komt op den duur de grote vraag: wat doe je dan in het dagelijks leven? Dan moet ik zeggen, dat wil ik natuurlijk ook zeggen, dan zeg ik: ik ben predikant. En je ziet die ogen open gaan. Predikant? Nu nog? 2023? En dan beginnen ze te vertellen: ja, nee, mijn opa die was ook gelovig hoor. Ja, die ging echt naar de mis op zaterdagavond, dacht ik. En volgens mij ben ik zelf ook nog gedoopt. Ja, nee, ik kom nooit meer in de kerk hoor. Maar ik ben wel gelovig hoor. Nee, ik ben best wel gelovig zelfs. Er moet toch meer zijn? Ik bedoel, na de dood kan het toch niet stoppen? Nee, we komen vast terug. Mijn ervaring is dat als ik deze gesprekken voer, ja, misschien komt het dus omdat ik dominee ben, maar in ieder geval dat ineens iedereen heel gelovig is en van alles gelooft en gelooft dat er meer is. Gelovig. In 2023 zijn we een heel geseculariseerd land. En naar de kerk gaan, dat doet bijna niemand meer. Maar het geloof is nog lang niet verdwenen. En geloof, daar moeten we het vanmorgen over hebben. Paulus heeft het over geloven. Hij zegt dat we Gods kinderen zijn door het geloof. Dat is nogal wat. Gods kind zijn door het geloof. Maar als we door het geloof Gods kind zijn, dan betekent het ook dat we dat daarvoor niet waren blijkbaar. Dat we zonder geloof niet Gods kind zijn. Ja, en dat blijkt dus ook wel, hè? Het is best een ingewikkeld stukje, dat zei ik al tegen de kinderen, maar uit vers 23 blijkt dat we bewaakt werden door de wet, onder de wet waren, dat de wet onze leermeester was en dat we gerechtvaardigd moeten worden. Dit is nogal wat. Paulus zegt: de wet, de geboden van God, niet alleen de 10 geboden, maar alle geboden, die zijn dus gegeven om ons te leren wat we moeten doen. De 10 geboden van God zijn gegeven om te laten zien dat we verkeerde dingen doen. De wet is onze opvoeder. De wet van God. Het laat ons zien wie we zijn.
Het laat ons zien dat we moeten stoppen met zondigen. En dat dat helemaal niet lukt. Dat we niet meer willen zondigen, maar het wel doen. Dat het niet lukt om te stoppen. Dat die zonde ons in de greep heeft. Dat die zonde ons vasthoudt. En dat we er niet van los kunnen komen. En zo zitten we volgens Paulus dus gevangen in die zonde. En laat die zonde zien dat we onrechtvaardig zijn. Slecht. Nee, we worden niet als Gods kinderen geboren. We worden niet Gods kind door de opvoeding. We worden niet Gods kind door de doop. We zijn van nature mensen die gevangen zijn door de wet. Omdat we dus slechte mensen zijn. Maar nou kan dat dus veranderen, zegt Paulus. Dat we in plaats van een slaaf van de zonde een kind van God kunnen worden. Dat we in plaats van helemaal gevangen kunnen zijn door die zonde, dat we daar bevrijd van kunnen worden, doordat we een kind van God kunnen worden. En dat kan allemaal, zegt Paulus, door het geloof. Dat geloof dat we best wel veel tegenkomen. Omdat bijna iedereen op de een of andere manier wel een gelovige is. En ik kom het ook in de kerk tegen en in kerkelijke kringen en op christelijke bijeenkomsten. Geloof. En soms word ik daar ook verdrietig van. Want als je dan vraagt wat geloven mensen dan precies, dan komt er soms van alles uit. We geloven dat het goed komt met de wereld. We geloven dat er meer is. We geloven dat het hoeft echt niet meer zoals vroeger. Of we geloven, nou het moet weer wel terug worden als vroeger. En ik word er verdrietig van en ik hoop u ook. Want als we het in de kerk hebben over geloof, dan hebben we het niet over geloven in iets. Of geloven in wat we zelf bedacht hebben. Nee, schrijft Paulus, u bent kinderen van God door het geloof in Christus. Wij geloven niet in iets en in ideetjes. Wij geloven in Christus. En het geloven in Christus, dat maakt u een kind van God. Dat maakt dat alles anders wordt. En het geloof, dat zijn die twee lege handen die naar de hemel reiken, waardoor wij mogen ontvangen wat God ons belooft. Dat je in plaats van zo'n slaaf van de zonde een geliefd kind van God mag worden. Dat mag je ontvangen door het geloof, die lege handen die het maar gewoon van God ontvangen. Dan zijn die Joodse mensen in Galatië niet meer kinderen van Abraham, onder de wet, maar kinderen van God, bevrijd van de wet. En dan zijn die heidenen die verloren zijn, want ze weten van niks, die zijn ineens behouden, omdat ze geliefde kinderen van God zijn. En nu staat er in de Herziene Statenvertaling in vers 26. Staat ook in de Statenvertaling en in andere vertalingen. Maar daar staat, u bent allen kinderen van God. Maar in het Grieks staat er niet kinderen van God. In het Grieks staat er zonen van God. En dat is misschien een beetje raar. Want ongeveer de helft van de kerk in Galatië zou ook vrouw zijn geweest. En van zusters in de kerk zeggen we dat zij kinderen van God zijn. Dochters van God, geen zonen van God.
En toch staat het er. U bent door het geloof een zoon van God. Ook als u een gelovige vrouw bent, ook dan bent u volgens Paulus een zoon van God. En dat is prachtig. Dat je als vrouw een zoon van God kan worden. Paulus had het eerst over de wet. Als je onder de wet bent, dan ben je een kind dat in de greep van de tuchtmeester, van de opvoeder is. Je wordt vastgehouden. Maar nu zegt Paulus, door het geloof ben je niet meer zo'n kind onder de wet, maar ben je een volwassen zoon geworden. Bevrijd van die wet die jou veroordeelt. Er zit nog iets achter. In de tijd van Paulus, in die oude tijd, konden vrouwen vaak niet erven. Als er iets te erven viel, ging dat naar de zoons. En nu zegt Paulus, gelovige zusters in de gemeente, gelovige broeders in de gemeente, u bent een zoon van God. Een volwassen zoon van God. U bent een erfgenaam. Van het eeuwige leven, van genade en vergeving. Als volwassen zoon van God erft u het eeuwige leven. Dat is revolutionair. Daarom hoop ik dat u een zoon van God bent. En trouwens, in de Bijbel klinken wel vaker bijzondere dingen als het gaat om die geslachten. Mannen worden in het Nieuwe Testament weer de bruid van Christus genoemd. Dus laten we er niet te moeilijk over doen. Al is dat geloof dus klein, al is het geloof zwak, al stelt het geloof misschien niet zo heel veel voor. Door het geloof mag u weten, dat geloof dat de Heilige Geest werkt, dat geloof waardoor de Heilige Geest tot stand komt, mag u weten, ik ben een kind van God. Ik ben niet meer gevangen door de wet, ik ben niet meer veroordeeld door de wet, ik ben nu een vrije zoon. Door die Geest die doet roepen, Abba Vader. En dan komen we bij het tweede. Want dat kindschap van God, dat maakt Paulus ook concreet. En dat doet hij met dat beeld van dat kleed. Laten we het samen nog een keer lezen. 27. Want u allen die in Christus gedoopt bent. Nou, de doop laat ik vanmorgen even liggen. En dan 27b. Hebt zich met Christus bekleed. Daarom dat voorbeeld voor de kinderen. Je kleding laat zien wie je bent. Je kleding laat zien wat een stukje van je identiteit is. Als jij in die groene camouflage kleding loopt, dan weten andere mensen dat is een soldaat. En een soldaat vormt dan je identiteit. Ik ben een soldaat. Of een politieman met die blauwe kleding, met die felgele strepen. En nu zegt Paulus iets over de kleding van de kinderen van God. U bent een kind van God, zegt Paulus tegen de gelaten. U bent bekleed met Christus. Het is een beeld uit de Bijbel wat we wel vaker tegenkomen. We vinden het in Jesaja. We vinden het in Zacharia. Het maakt duidelijk, de Heere God accepteert iemand, ondanks alles. En de Heere God geeft iemand nieuwe kleding. Soms zelfs feestkleding. Het laat zien, iemand wordt aanvaard, geaccepteerd. En dat wil dat beeld ook aan ons duidelijk maken. Ik zei het net al,
Door de wet van de Heere God ontdekken we dat we zondig zijn. Dat we vastzitten in de zonde. Dat we zelfs niet met de zonde kunnen stoppen. Het is dramatisch. Maar nu zegt Paulus, u bent bekleed met de Heer Jezus Christus. Wat betekent dat? Als wij die soldaat zien, dan zien we aan die kleding, dat is een soldaat. Die kleding bedekt zijn lichaam. Die kleding maakt duidelijk wie hij is. Als u als zondaar, als ik als zondaar, bekleed ben met de Heer Jezus Christus, wat ziet de Vader in de hemel dan? Als de Vader in de hemel naar u kijkt, wat ziet hij dan? Dan ziet hij niet langer uw zonde, uw gebreken, uw fouten. Nee, dan ziet hij zijn eigen zoon. Want u bent bekleed met Christus. Het kan zomaar voorkomen dat je topt met zonde. Dat je ermee worstelt, dat je er niet van afkomt. Dat je het steeds weer doet, omdat je er misschien wel verslaafd aan bent. Maar de apostel Paulus zegt, als u een kind van God bent, dan bent u bekleed met Christus. Helemaal mee omhuld. De Vader in de hemel ziet niet meer uw zonde, maar hij ziet zijn eigen geliefde zoon. En daarom kan het goed komen. Tussen God en mensen. Kan het goed komen met u en met mij? Die kleding vertelt ook wie je bent. Ik heb het nou steeds over die soldaat, maar dat kan natuurlijk ook iets anders zijn. Maar dat laat zien, je bent een soldaat, daar ben je druk mee. Dat is je beroep, je professie. En ik hoop dat je daar dan ook enthousiast van wordt. Dat maakt wie je bent, een soldaat. Maar als je nou de kleding van Christus draagt, als Christus nou om je heen is, zoals dit pak mij bedenkt, als zo de Heer Jezus mij bedekt, dan ben je in de eerste plaats een christen. Dan vormt Christus je identiteit. Wie ben je dan als je bekleed bent met Christus? Dan ben je in de eerste plaats een christen. Dan ben je niet meer in de eerste plaats een zondaar, maar een christen. Dan ben je niet meer in de eerste plaats een bouwvakker of een directeur, maar een christen. Dan ben je niet je hobby of je overtuiging, dan ben je een christen. Voor het eerst en het allermeest. Dan ben je misschien nog wel een directeur, maar dan word je wel een christelijke directeur. En dan ben je misschien nog wel een bouwvakker, maar als je bekleed bent met Christus op de bouwplaats, dan ben je in de eerste plaats een christelijke bouwvakker. Ja, dat je bekleed bent met Christus, dat gaat alles bepalen. Want je kleding, die zit het meest strak op je huid. Ik bedoel, we kunnen onze telefoon meenemen, maar die zit dan in je jaszak of in je broekzak. En je kan je portemonnee meenemen en allerlei andere dingen, maar niets komt zo dichtbij als je kleding. Voor een christen komt niets zo dichtbij als de Heer Jezus. Hij omgeeft je. Hij is bij je. Hij gaat met je mee. Hij zit op je huid. Christus gaat met je mee, overal naartoe. Bekleed zijn met Christus. Dan ga je dus niet meer alleen naar die operatie, naar dat sollicitatiegesprek, naar dat ene moeilijke in de familie. Dan gaat de Heer Jezus met je mee, want je bent van Hem en Hij zorgt voor je.
Want je bent een kind van de Vader. Wat een troost. Maar dat betekent natuurlijk ook, als je bekleed bent met de Heer Jezus Christus, als Hij zo dicht bij je is, dat je daar dan rekening mee houdt. Met alles wat je doet en wat je niet doet. Welke mailtjes je stuurt op je werk. Want de Heer Jezus ziet het ook, Hij is bij je. Bekleed met Christus, ook op het schoolplein. Wat doe je dan op het schoolplein als de Heer Jezus zo dichtbij is? Wat doe je als je wat gaat drinken met je vrienden? En de Heer Jezus is er ook bij. Ja, als het goed is, als je bekleed bent met Christus, ga je ook steeds meer afvragen. U bent erbij, Heer Jezus, wat wilt u eigenlijk dat ik doe? Of dat ik niet doe? Nou, dat kunt u zelf ook wel invullen, denk ik. Bekleed met Christus. En daardoor ga je ook steeds meer op de Heer Jezus lijken. Hij is bij je, Hij is ook je grote voorbeeld. Hij is je redder en je voorbeeld. Je gaat ook steeds meer zijn karakter overnemen. Want Hij is er bij je. En Hij is liefde. En Hij is vergevingsgezind. En Hij is geduldig. En dat mag je dan ook steeds meer worden. Want dat voorbeeld is heel dichtbij. Christen zijn in het dagelijks leven. Ik ga het niet met allemaal concrete voorbeelden duidelijk maken, maar als je bekleed bent met Christus, dan gaat Christus mee overal waar je naartoe gaat. Dan is dat een troost en een opdracht. Bij alles wat je doet. En het is ook genade. Het is de gave van de Heere God. Hij wil het ons geven. Door zijn Heilige Geest. Die ons geloof geeft. En die ons kinderen van God maakt. En dat is dus wel een geloof in Christus. Gelooft u dat? In Christus? Ben jij Gods kind? Dan mag je weten dat Hij bij je is. Maar, en dan komen we al bij het derde. Als je gelooft in de Heer Jezus Christus, dan brengt dat dus ook een enorme verandering teweeg. Als je gelooft in de Heer Jezus en je wordt een kind van God, ja, dan breekt er een nieuwe tijd aan. Want wie ben je nou eigenlijk? Ben je een Griek? Of een Jood, of een Nederlander, of een... Ja, wat ben je? Paulus heeft het over het woordje allen. Ik ga daar even de nadruk op leggen. In 26 en 27. U bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. En 27, want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Wie ben je dan nu? Ja, in Galaten waren ze dus eerst een Jood of een Griek, maar nu zijn ze christen. Nu zijn ze een kind van God. Hun identiteit is niet meer dat ze Jood zijn. Hun identiteit is ook niet meer dat ze Griek zijn, of man, of vrouw, of slaaf, of vrije. Nee, het belangrijkste is nu dat ze Gods kind zijn.
Dat ze door het geloof gered zijn. En dat maakt alles anders. Paulus noemt in vers 28 drie tegenstellingen. Jood en Griek, slaaf of vrije, man of vrouw. Dan waren er mensen die dachten, nou, wij zijn Jood, dus wij hebben wel een streepje voor, want wij hebben het verbond, wij hebben de geboden. Wij zijn besneden. En er waren mensen die dachten, nou, ik ben gelukkig geen vrouw. En er waren mensen die vonden het toch een heel ding dat zij daar als rijke christen in de kerk zaten. En ja, dan waren er ook nog die slaven. Maar die hoorden er dus ook bij. Nou ja, dat zij dan zo. Maar het evangelie van de Heere Jezus Christus rekent daar dus mee af. Dat is nu voorbij, zegt Paulus. U bent nu allemaal, de hele gemeente, u bent nu allemaal een kind van God. Nu zal Paulus ook wel weten dat de kerk een gemengd lichaam is. En dat niet iedereen in de kerk een gelovige is. Maar Paulus wil een ander punt maken. U was eerst allemaal het een of het ander, maar nu bent u allemaal een kind van God. Daar gaat het nu om. Dat Jood en Heiden, man en vrouw, slaaf of vrije, geloven in de Heer Jezus Christus. En dat al die mensen gered kunnen worden op dezelfde manier. Er is niet verschil voor de een of voor de ander. U bent allen Gods kind. En daarmee vormen ze ineens die hele verschillende groep, die mensen overal vandaan, die allemaal zo ontzettend verschillend zijn, die er zo verschillend uitzien, die vormen nu ineens een eenheid. De Heer Jezus verenigde door het geloof al die tegenstellingen. Al die vreemde mensen horen ineens bij elkaar. Al die mensen die op elkaar neerkeken, die gelukkig blij waren dat ze niet zo waren als die ander, die mogen nu ineens een eenheid vormen, samen Gods kinderen zijn. En ja, hoe zou je ook trouwens nog langer in verdeeldheid kunnen leven, hè? Hoe kun je dat nou nog doen? Hoe kun je nog neerkijken op die man met die andere culturele achtergrond? Als je ontdekt hebt dat die man die zo anders is als jij, dat hij ook van genade mag leven. Hoe kun je nog heel trots zijn op jezelf? Zie mij eens. Jongens, ik ben zo geweldig. Hoe kun je dat nog zeggen of denken als jij ook, net als die andere, gered moest worden van de zonde? Dat je ook maar leeft van genade. Dan heeft trots ook weinig zin. Hoe kun je nog jaloers zijn op iemand uit jouw kerk die zo geweldig en goed, terwijl jij zelf ook mag weten, ik ben een kind van de Heere God. Door het geloof schept God een eenheid. Doordat iedereen ineens bij diezelfde Heere en Heiland mag horen. En dat zien we natuurlijk ook aan de avondmaalstafel. Als al die vreemde mensen, al die verschillende mensen, ineens aan dezelfde tafel zitten. En laten zien, ik hoor bij de Heer Jezus en ik hoor bij de Heer Jezus. Oh, jij hoort ook bij de Heer Jezus. Dan krijg je die eenheid zichtbaar. De een is, ach, zo anders van beroep, zo anders van politiek,
Zo anders van ideeën over de kerk. Zo anders, die wil altijd... Oh ja, maar... We horen allemaal bij de Heer Jezus Christus. En dan moeten we misschien maar eens stoppen met dat denken in termen van Jood of Griek. Directeur of medewerker. Man of vrouw. Homo of hetero. Succesvol of minder succesvol. Want aan de voeten van de Heer Jezus vinden we eenheid, niet verscheidenheid. Maar misschien denk je nou wel, ja maar wacht even. Paulus heeft het ondertussen wel over de slavernij, hè? Wordt dat niet afgeschaft? En man en vrouw, hoe zit dat dan? Ja, Jood en Griek? Nou, dat kunnen we nog wel een beetje begrijpen. Paulus roept niet op tot afschaffing van de slavernij. Nee, in andere nieuwtestamentische brieven van Paulus schrijft Paulus zelfs: slaven, wees gehoorzaam aan je meester. Dat is best een beetje gek. Slaven, wees gehoorzaam aan je meester. Paulus wil dus niet zeggen, u bent één in Christus en vanaf nu doet het er niet meer toe. Er is een eenheid door de Heer Jezus Christus, maar dat betekent niet dat de verschillen worden uitgewist. Die christelijke slaaf moet nog steeds werken voor zijn christelijke baas. En Paulus schrijft ook dingen over gezag en orde in de Bijbel. Dat Christus het hoofd is van de man en de man van de vrouw. Dus ook die verschillen tussen man en vrouw worden door Paulus niet uitgewist. Maar het verandert het natuurlijk wel, hè? Die eenheid in Christus werkt natuurlijk wel helend in de wereld. Als je aan de avondmaalstafel zit met jouw christelijke baas, dan kun je op maandagmorgen niet de voorraadkast leegstelen. En als je als christelijke baas je medewerker ziet zitten aan de avondmaalstafel, dan kun je als christelijke baas je christelijke knecht en ook je andere knechten niet meer slecht behandelen. En als je die vrouwen in je gemeente ziet als zusters, als kinderen van God, kun je niet meer neerbuigend op ze neerkijken. Het is revolutionair wat Paulus hier doet. Maar het gaat hier om hoe mensen gered worden en welke invloed dat heeft. Het gaat hier niet over taken en functies in de kerk. Dus ik durf ook wel te zeggen dat als deze Bijbeltekst klinkt in de grote discussie over vrouw en ambt, nou ja, daar gaat het niet over. Het gaat over eenheid. En over verschillen die niet meer zo belangrijk zijn. Want er staat, u bent. En u hebt. En u bent één in Christus Jezus. Dat is dus niet iets waar we ons best voor moeten doen. Waar we toe opgeroepen worden. Nee, dat is iets wat ons gegeven wordt. We vinden die eenheid in Christus. En laten wij het nu maar voor zorgen. En om bidden en geloven dat wij Gods kind zijn. En dat als we Gods kind zijn,
Dat we niet opnieuw weer met allemaal hokjes en vakjes aankomen. Bent u Gods kind? Dan bent u bekleed. En dan bent u één. Met al uw andere broeders en zusters. Dan bent u Gods zoon. En dan erft u zijn liefde, zijn genade, zijn vergeving en het eeuwige leven. Amen. We gaan samen zingen. En we gaan het Onze Vader samen zingen. Het eerste en het laatste couplet van het Onze Vader, gezang 5.
Laten we samen danken en bidden. O Allerhoogste Majesteit, we komen opnieuw tot u. Om u te danken voor wie u bent, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat u, Vader, uw Zoon gezonden hebt. Dat u, Heer Jezus, gekomen bent. Dat u mens werd, zoals wij. En dat wij door u kinderen van God kunnen worden. En we danken u, Heilige Geest, dat u het bent die mensen doet roepen, Abba, Vader, ik ben uw kind. Heren, we bidden u. U kent ons en u weet wat wij nodig hebben. Maar Heren, kom met uw geest. En kom in ons hart. En geef dat we geloven wat u zegt en belooft. Dat we het mogen weten. Ik ben uw kind. Ik ben bekleed met Christus. En hoe erg mijn zonden ook zijn, ik weet dat u het niet ziet door Jezus Christus. Heer, we kunnen soms zo tobben met van alles en nog wat. En versterk daarom ons geloof dat we van u zijn. En dat u erbij bent. En dat u met ons meegaat. En geef dat we vanuit dat geloof ook keuzes zullen maken in het dagelijks leven. Dat we zullen weten, hij is erbij. Hij is zo dichtbij als mijn kleding. En daarom doe ik dit wel en dat niet. Heren, we danken u. Dat het niet meer uitmaakt of we nou Jood, Griek of Nederlander zijn. Man of vrouw. Rijk of arm. Homo of hetero, directeur of medewerker. Maar dat het erom gaat dat we geloven. En dat het geloof ons bij elkaar brengt aan uw voeten. Dat we een eenheid zijn. Heren, wilt u geven dat we die eenheid niet kapot maken. Dat we niet alsnog met allerlei hokjes en vakjes komen en die eenheid verscheuren. En daarom bidden we ook maar voor ons kerkverband. Een kerkverband dat het zo zwaar heeft. Heere God, we bidden om eenheid. Geef dat we elkaar zullen zien als broeders en zusters. En bij die geopende Bijbel zullen zoeken naar de weg die u wijst. We denken ook aan Stichting Het Passion, waar we straks voor collecteren. Als zij werken met dak- en thuislozen, met medemensen, met verslavingsproblemen, Heere God, wilt u dat werk zegenen. Wees met die mensen die ze opvangen. Dat ze daar even thuis mogen komen, een plek mogen hebben. Mogen herstellen, rust mogen vinden. Een nieuwe start mogen maken. Heere, zegen hen die daar werken, die vrijwilligerswerk doen en die daar worden opgevangen. We denken ook aan die stichting SOS Zeevarenden. We bidden u voor dat werk dat die stichting doet. Voor de vrijwilligers en de predikanten die aan de stichting verbonden zijn. Zegen het werk van hun handen. Geef dat ze mogen getuigen van u, de Heer Jezus Christus. Dat mensen mogen overgaan van een geloof in iets naar een geloof in u. Waardoor ze uw kinderen worden. Zegen daarom het werk van de stichting. We danken u ook dat u twee predikanten aan de gemeente verbonden hebt. Dat ze hier mogen werken. Het evangelie mogen verkondigen. We bidden u voor hen, voor dominee Van der Ree en voor dominee Mulder. Heren, zegent u het werk van hun handen. Stel ze tot een rijke zegen. Dat door hun werk uw kerk gebouwd mag worden en uw koninkrijk mag komen. Zegen hen en zegen ook hun gezinnen. En heren, terwijl wij hier in een warme kerk zitten,
weten we van de ellende op de wereld. De gevechten die doorgaan in Oekraïne, de gevechten die doorgaan in de Gazastrook. Heere, u die zelf de vredevorst bent, kom met uw vrede. Of Heere Jezus, kom maar terug. Kom maar snel. Met uw nieuwe wereld en het nieuwe Jeruzalem. Wees bij ons vandaag. Geef ons een goede zondag. Geef ons vanmiddag ook een goede dienst. En zo bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Uw gaven zullen worden ingezameld, zoals gezegd, voor het Passion en SOS Zeevarende. Na de collecte zingen we Psalm 103, vers 7 en 9. Psalm 103, vers 7 en 9 na de collecte.
Ga heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.